Wij bevinden ons vandaag aan de Pandit Tilakdariweg, waar het startsein van de rehabilitatie plaatsvindt. Een lang gekoesterde wens van de bevolking van Komowijnen, als ook van de overige districten en de toeristen die naar dit district komen, gaat vandaag in vervulling. Dames en heren, straks zult u getuige zijn wanneer de minister van Openbare Werken, meneer Chotkan, het startsein zal geven voor de rehabilitatie en het bestraten van de Pandit Tilakdariweg. Beste mensen, ik hoor mensen vaak zeggen dat deze regering niks heeft gedaan voor resort Alkmaar. Ik spreek dit echter met klem tegen. Er is wel degelijk gewerkt voor Alkmaar. Er is wel degelijk geïnvesteerd in Alkmaar. En we weten dat er nog zoveel moet gebeuren. Maar elke stap in de goede richting is een positieve stap. Nou, het is van eminent belang omdat het een ontsluitingsweg niet alleen is, maar het zorgt ervoor dus dat de agrarische sector hier goed gebruik van maakt. En u begrijpt natuurlijk dat niet alleen dat het belangrijk maakt, het is nog belangrijker omdat de gezinnen die hier langs deze weg wonen, maar gezinnen te Soelen, Alkmaar en andere gebieden in district Komowijnen er gebruik van maken. Deze reconstructie houdt onder meer in het slopen van de wegfundering, de wegverharding. Verder zal de weg worden opgebouwd met dus een laag klinkzand, een laag zandcement, een laag basecoats en tenslotte de verharding middels bestrating. Ook niet te vergeten dat we hier ook een hele oude infrastructuur van SWM en EBS hebben. Dus de nutsbedrijven worden dan gelijk ook meegenomen in deze ontwikkeling. Dat zij dus ook mee worden genomen in diervoegen, dus dat ze ook hun zaken gelijk kunnen vernieuwen. Zodat er geen behoefte meer bestaat om wegen kapot te maken, om pijpen en leidingen en andere zaken te gaan doen. Noemenswaardig ook wel is dat in het nieuw ontwerp ook is meegenomen de verharding van de weg. Tot aan de dijk en de weg langs de dijk tot aan de sleus. Dus dat zandgedeelte aan de noordelijke zijde wordt ook verhard. Komowijnen was een opmars, Komowijnen is een opmars. Ik vraag u alleen om niet een verkeerde piloot te zetten op 25 mei 2020 in de cockpit. Je hebt af en toe turbulentie, maar we weten dat toch, het is normaal. Turbulentie betekent niet dat u de piloot moet vervangen. Turbulentie betekent seatbelt on en we gaan verder. De piloot is een ervaren piloot. Die is bezig zijn vluchtplan af te werken. Met de medewerking van de buurtbewoners, de weggebruikers en in overleg met de opdrachtgever, de directievoerders en de overige stakeholders streven wij er naartoe om een stabiele, stevige, mooie, rijcomfortabele weg hier aan te leggen. Ik dank u. Maar ik wil bedanken en feliciteren ook het ministerie van Openbare Werken, de minister met zijn staf. De structuren in het district die hebben bijgedragen aan de totstandkoming. Doet u aan een voorbeeldig leven. Ga u als voorbeeld om hier in Komowijnen een situatie te gaan creëren, voorbeeldig naar alle andere districten. Iedereen heeft haast. Iedereen moet ergens komen. Zorgt u ervoor dat u veilig bent, maar zorgt u er ook voor dat u anderen veilig houdt in het land. Het gaat u goed, gefeliciteerd en bedankt. Srana Mang, Nanga Srana Uma. Blijf u alle medewerking geven aan de regering. En de arbeiders die werken aan deze weg, zodat deze weg zo snel als mogelijk af is, zonder stagnatie. En dan zullen we weer gewoon hier staan bij de oplevering van deze weg. Ik dank u nogmaals voor uw aanwezigheid, beste mensen. En met Taigo Alamala, Grand Time.
En uiteindelijk heeft de minister-president beslist dat de weg wordt gerehabiliteerd en betegeld. En vandaag is het zover dat we start zijn hebben gegeven en alleen maar blije gezichten in Kommerwijnen. Dat is het. Goedendag meneer Surinder, hoe gaat het met u? Het gaat. Ik ben heel blij als ik zo zie naar de ontwikkeling van mijn weg eigenlijk, van ons weg ook. Niet van mij alleen, maar van ons ook. Voor de bewoners van Pandit Tilak Dariweg. We hebben jaren gewacht. Ik was toen klein en weet ik dat het weg is verzakken gegaan. De ontwikkeling wat deze partij heeft naar voren gebracht. Ik ben van Alkmaar, Pandit Tilak Dariweg zelf, hier geboren. En ik woon nog steeds hier. De regering heeft er werk van gemaakt en we zijn heel erg blij mee. Heel trots en heel dankbaar deze regering.